vervelend wat tijd, omdat er uiteraard niet direct een materiaalwagen in de buurt is. De groep met Delgado en Chiappucci wacht uiteraard niet op Le Monde. Hier gaan ze Robeet voorbij. Wachten doen zijn ploegmaats wel met deze gekke tafereel als resultaat. Duclos Lassalle en Kvalsvol, die mee in de kopgroep zaten, worden verplicht om te stoppen en moeten meer dan 10 minuten wachten. Le Monde heeft zowat een minuut achterstand op de groep Chiappucci. Zijn carrièremaats bepalen het tempo en Le Monde komt nog best in de afdaling terug om op het vlak niet weggeblazen te worden. Intussen is de Z-trein op gang gekomen en ze slagen in hun opzet. Le Monde komt terug bij de groep Chiappucci. Door die actie, en omdat er niet meer samengewerkt wordt vooraan, wordt de voorsprong van de kopgroep gehalveerd. Daarin zijn de Belgen het actiefst. Johan Bruineel valt aan op een kolletje van vierde categorie. Even later zijn De Klerk, Leclerc en Bauer weg. Meersnee zit er nog op een demarrage van Johan Bruineel een kilometer voor de top van een bergje. Hij heeft onmiddellijk een voorsprong van een paar honderd meter. Toch nog een reactie van één man, de Rus Dimitri Konischev. Met een geweldige inspanning rijdt hij in één flits naar Bruineel toe. Die twee werken goed samen, maar hun voorsprong raakt niet boven de 25 seconden, ook al omdat in de achtervolging berenwerk wordt verricht door Steve Bauer. Johan Bruineel en Dimitri Konischev zijn twee toerdebutanten, met toch wat meer ervaring en speurtalent voor Konischev. In de slotkilometers laat Steve Bauer zijn achtervolgingsgezellen in de steek om alleen op zoek te gaan naar de twee koplopers. Het wordt een spannende strijd, maar uiteindelijk krijgen we toch een spurt met twee. En het wordt al vlug duidelijk, we krijgen geen tweede ritzege voor de Belgische Lottoploeg, maar een eerste Russische overwinning in de Tour. Bruineel mooi, maar ontgoocheld tweede, Bauer wordt derde. De spurt van het peloton wordt gewonnen door Indurain, die daarmee 1,5 miljoen opstrijkt als beste renner in de Pyreneeën. Een prijs die bijna voor Bruineel was. We kijken nog even naar de rituitslag. Konischev voor Bruineel, Bauer, Colotti en Cassani. Het klassement verandert er weinig. Chiappucci nog altijd 5 seconden voor Le Monde.